VVSB TV wordt mede mogelijk gemaakt door GoBoony, een camper huren direct van de eigenaar. Een feestelijke opkomst voorafgaand aan de wedstrijd VVSB tegen Stedoco. Want het complex is officieel geopend en daar hoort natuurlijk de nodige rook bij. Zowel vanuit VVSB als vanuit de aanhang. Vandaag dus VVSB tegen Stedoco. De eerste wedstrijd in lange tijd die VVSB ingaat vanaf een veilige positie. Ze staan namelijk 14e en dat scheelt maar 4 plekken met de tegenstander van vandaag. Stedoco staat namelijk op plek 10. De eerste kans in de wedstrijd is voor VVSB. Hunting met de vrije trap en die valt maar net naast. De eerste kans voor de Noordwijk Houters door Enzo Hunting. Halman. Twee man voor zich, Halman. Bal lijkt wel aan de voet vast te kleven. Is er nu toch vanaf, want de voorzet komt op het hoofd van Lars Raus. Die kopt hem niet naar de goede plek toe, maar de aanval is nog in leven. Weer Halman. Halman lang met drie man voor zich, geeft hem nu toch aan Lofusang. Die mag dit keer de voorzet geven, ongeveer op dezelfde plek. En weer een hele grote kans. Dit keer is het voor Facunda, maar ook hij kan niet het net vinden. Lofusang, de linksback met een goede voorzet in huis. En dit keer belandt hij op het hoofd van Blel. De eerste kans voor de spits is pas in de tweede helft, want daar zitten we inmiddels al in. Het was geen eerste helft met veel kansen. Sowieso was het voetbal vrij slordig. Maar dit is dan wel een hele mooie opening van Lars Raus op Lofusang. Lofusang versnelt. En versnelt nog een keer. Verrast haar twee directe tegenstanders mee. Legt hem dan voor Halman. Halman moet maar eens gaan schieten. Halman heeft heel veel tijd. En schiet hem dan over. De grootste kans in de wedstrijd is voor Jason Halman. Na heel goed voorbereidend werk van Lofusang. Facunda naar Spijkstra. Spijkstra die daar op de een of andere manier heel netjes uitkomt. Raus en VVSB voetbalt makkelijk onder de druk van Stedoco uit. Hier is het weer Lofusang. Goede voorzet in huis, dat hebben we al een paar keer gezien. Dit keer is hij niet zo goed, maar valt hij wel voor Halman. En dit keer is hij wel raak. Jason Halman met de 1-0 na een voorzet van Lofusang. En dan de afvallende bal van Corti valt voor Halman, die hem ook dit keer nog een keer aanneemt. En dan gaat daar keeper Veenboer ook niet helemaal vrij uit. Maar hij telt wel voor VVSB en dus is het 1-0. Een bevrijdende 1-0, want Stedoco had niet veel aanvallend voetbal. Levert hier ook in. Lars Raus naar Dompig. Dompig kan heel kalm blijven en schiet zomaar de 2-0 binnen. VVSB profiteert maximaal van die fout van Wielinga. En het is Dompig die de 2-0 binnenschiet. En dan lijkt het toch beslist. Lijkt VVSB hier weer te gaan winnen op de eigen grasmat. Afvallende bal. Oh, wat een redding zeg daar van Ruben Valk. Spectaculair gepakt. Die bal van Dos Santos. Veel duelletjes op het middenveld. Uiteindelijk is het Heemskerk die onderschept. Blel. De spits krijgt hem op de een of andere manier bij Halman. Blel krijgt hem nu zelf ook weer terug. Dit is een goede actie. De paas op Halman is ook fantastisch zeg. En Halman, Jason Halman, had al een hat-trick kunnen maken als hij al zijn grote kansen had benut. Maar het maakt niet meer uit, want VVSB wint met 2-0. Ivan Spijkstra, man of the match. Het gaat wel lekker hè, met die overwinning hè, laatste tijd. Ja, het gaat heerlijk. Thuis volgens mij al de 6e overwinning. Dus ja, we zijn gewoon onverslaanbaar hier de laatste tijd. En ik moet ook zeggen, telkens lekker weertje erbij. Vandaag ook weer, top. Dus ja, super blij mee. Echt hele belangrijke ook. We staan nu op 36, dus ik denk als we nog één keer winnen, daarna nog een puntje. Ik denk dat je met 40 punten wel gewoon veilig bent. Dus dat is heerlijk. Ja. Ja, want voel je je nu al bijna een beetje veilig? Krijg je die neiging al een beetje? Of heb je tegen jezelf gezegd, dat mag nog niet, dat mag nog niet? Nou, ik moet zeggen, ik heb het gevoel ook echt totaal niet. En ik denk dat ik dan ook wel voor het team spreek. Want elk weekend zijn er weer verrassende uitslagen. Dus ja, ik denk wel dat je eerst echt een gat moet slaan voordat je echt kan zeggen dat je zeker bent. En ja, dus ik denk echt nog dat we minimaal nog wel een keertje moeten winnen. En ja, dan krijgen we dat gevoel misschien. Maar nu echt nog niet, nee.
De eerste helft van deze wedstrijd, ja, het was niet echt een eerste helft vol kansen. Lag dat aan jullie spel of aan de tegenstander? Nou, ik moet zeggen, zij speelden 5-3-2 en daar speel je niet heel vaak tegen. En wij hebben wel gewoon besloten, vorige keer speelden we tegen Sportlus, die speelde ook 5-3-2. Toen hebben we het een beetje omgegooid, maar nu dus niet. Alleen daardoor was het wel gewoon zoeken aan de zijkanten van wie dekt waardoor. En dat was wel lastig voor onze eerste helft. Al moet ik wel zeggen, we gaven dus ook niet zoveel weg, want ja, er waren weinig kansen. Maar de tweede helft klapten we er ook gewoon beter op. Toen stonden denk ik iets beter. En ja, dan zie je ook gewoon dat wij veel beter zijn dan Stedoco. Dus, nou, hoe bevrijdend is dan die 1-0? Ja, nou, ik moet zeggen, Jay die, moest hem daarvoor ook al maken. Dus toen dacht ik al, man, maak hem even. Dat is toch iets lekkerder. En ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat Reden gelijk die tweede maakt. Want dan heb je toch die marge opgebouwd. En we hebben het vaak dit seizoen iets te spannend gehouden. En nu maak je dan gelijk die 2-0 erachteraan. Dus ja, dat is wel lekker, denk ik. Nou, volgende week Odin, hele belangrijke. Heb je nog verbeterpunten uit deze wedstrijd kunnen halen? Nou ja, nog steeds vind ik dat we gewoon rustiger aan de bal moeten zijn. Dus de eerste helft. Ik moet wel zeggen, we spelen nu wel sneller de vallende bal. Dus niet maar domme pegels naar voren. Dus dat is wel goed. Alleen nog steeds vind ik wel dat we iets rustiger aan de bal kunnen zijn. En voor de rest, ja, verdedigend staat het gewoon echt wel goed. Dus weinig kansen tegen. Dus ik denk dat we daar gewoon weer verder kunnen.